Sim, jij bent 9 jaar oud. Ja. Jij zit op voetbal. Ja. En dat is voor jou net even anders dan voor jouw ploegmaat, want jij hebt suikerziekte. Ja. Even kijken naar een van jouw trainingen. Eerst moet ik een stripje pakken. Het vlindertje moet naar het scherm vliegen. Dan moet je prikken. Je moet het bloed op het zijkant van het stripje doen. Dan zit ik dus op 12,3. Maar eigenlijk moet het tussen 4 en 7, dus het is iets te hoog. Ik weet er niet als het is. Te gek, Sam. Dit was op een training. Je bent echt een trainingsbeest volgens mij, net zoals Wouter hier aan de overkant. Maar voor jou is het wel net even anders, want jij moet vanwege jouw suikerziekte af en toe prikken. Ja. Kun je daarom wel goed voetballen? Jawel. Ja? Ben je wel goed? Ja. Maar in je training daarvoor moet je dus even rekening houden met eten, of hoe werkt dat? Ja, dan moet je soms prikken en als je te laag zit met trainen, dan moet je even langs de kant zitten om een koekje te eten. En dan moet je even iets meer koekjes eten. Hoeveel koekjes eet je dan per training? Ja, dan heb ik altijd een zakje koekjes en er zitten meestal 6 in of zo. En die gaan wel op in een training, ja. 6 koekjes. Ja. Ja, moeder Dorothy, dat is natuurlijk best lastig voor zo'n jongen van 9. Ja. Dappere vent. Ja, absoluut. Ja, en wat jullie doen zelf is de hele tijd zelf prikken en alles de hele tijd testen. Ja. Maar daar is een nieuw apparaatje voor en die kan het eigenlijk vanzelf. Ja, dan is het eigenlijk 1 keer in de 2 weken een soort van... Ja, pet op de arm. Ja, dan scan je gewoon de bloedsuiker. Dat apparaat heet de Freestyle Libre. Ja. Dat is al op de markt. Ja. Wordt zelfs reclame voor gemaakt ook. Is al goedgekeurd. Ja, is ook al goedgekeurd. Ja. Waarom hebben jullie dat ding dan niet? De verzekering die vergoedt hem niet. En waarom is nog niet helemaal duidelijk. Ze wijzen een beetje naar elkaar. Ja. En niet iedere portemonnee kan dat betalen, want hij is vrij prijzig. Je betaalt €60 per... Per kastje en die zit 2 weken. Oké, dus om de 2 weken om en nabij heb je 6 tientjes nodig. Ja. Ja, dat is behoorlijk veel geld. Ja. Dat prikken nu, hoe vaak prikt Sam? 7 keer per dag. 7 keer per dag? Ja, gemiddeld. Gemiddeld, dus dat is ongeveer, iemand heeft mij ingefluisterd, 300 keer in de 600 keer in de 3 maanden. Ja, 600 keer in de 3 maanden. Ja, dat is ongelooflijk vaak. Maar goed, dat moet natuurlijk ook een heleboel kosten, lijkt me. Al die benodigdheden die je daarvoor nodig hebt. Nou ja, toen ik het zag op televisie ben ik eigenlijk meteen gaan bellen met onze... eerst met de verzekeraar en toen met de leverancier. Ja. En toen zijn we eigenlijk samen een beetje aan het rekenen gegaan van... Goh, wat doet het elkaar eigenlijk? En zoals wij het uit hebben gerekend, is de Freestyle Libre gewoon goedkoper. Ja, nou, wij hebben natuurlijk ook even gebeld met Mensis, want dat is jullie zorgverzekeraar. Ja. En die verwijzen inderdaad eerst naar de Tweede Kamer, want die bepalen wat er wel of niet vergoed wordt, in het baaspakket zit. Maar ze zeiden ook dat onder de vlag van een andere zorgverzekeraar er nu een onderzoek is bij de Isala Klinieken in Zwolle, eigenlijk ook regionaal, naar dit apparaatje. Maar dit apparaatje is al op de markt, dus hoe is dat voor jullie? Verbaast jullie dat? Ja, het duurde wel even voordat hij vergoed werd voor de kinderen. Hij was eerst vanaf 18. Nee, en toen zagen we inderdaad van, goh, hij wordt vergoed voor kinderen. Ja, dan denk je, die willen wij gewoon. Ik bedoel, als je zijn vingers soms ziet, die zijn gewoon zwart gespikkeld van het vele prikken. Ja. Jij wilde vanaf, Sam? Ja. Ja, jij wil dat kastje wel hebben? Ja. Ja. En zou jouw voetbal daar, denk je, ook anders van worden? Ja, dan hoef ik niet zo lang aan de kant te zitten, want soms duurt het heel lang voordat de waarde tevoorschijn komt. Oh, dus als je geprikt hebt, dan duurt het soms heel lang wanneer je ziet hoe jouw bloedsuiker is. Ja, en je kunt eigenlijk met die nieuwe al zien wat de bloedsuiker gaat doen. Dus als jij meet en hij zegt je zit op 6, dan geeft hij meteen een pijltje van. Maar je gaat ook zakken of je gaat stijgen, dus je kunt veel beter ingespeeld zijn. Ja.
Dus je wil eigenlijk het liefst het kastje, zodat je nog beter kan voetballen. Ja. Ja, Wouter, ken je dit soort dingen? Uit het schaatsen misschien ook, toevallig? Ik weet toevallig dat wel één rijder het altijd ook diabetes had. En dus Dennis Kalker, dit nooit... die zag je ook langs de kant af en toe zitten en zichzelf prikken. En ja. Ik denk vooral bij Sam, zo'n jonge kerel, die moet gewoon scannen, klaar en kunnen spelen en niet hoeven prikken. Ja, dat lijkt me ook inderdaad, dat je het liefste natuurlijk gewoon zelf wil doen. Dorothy, jij zoekt heel vaak de aandacht voor dit onderwerp, ook via social media. Je zit ook hier nu. Ja. Wat wil je graag? Dat het morgen verandert of liefst gisteren? Ze moeten gewoon dat ding vergoeden. Maar niet alleen voor iedereen met suiker. Want het is niet alleen het prikken. Het is ook het constant koolhydraten tellen. Nooit zomaar iets kunnen doen. Hij kan nog niet zomaar gaan slapen. Dan denk ik, ja, ze moeten gewoon vergoeden. Ja, precies. Nou, een hele duidelijke oproep. Ik hoop ook van harte natuurlijk voor jullie dat gaat lukken. Ja, en Sam, voor jou natuurlijk helemaal. Waar speel je dit weekend tegen? Weet je nog niet? Nou, je speelt bij Hector in Goor, toch? Ja. Niet ja. bij die andere GFC, of hoe heet die andere club? David Center. Ja, Hector is het beste natuurlijk, toch? Ja, nou, ik hoop dat je dit weekend wint en dat je het kastje er snel komt, zodat je minder hoeft te prikken en nog meer tijd hebt om goals te maken. Dank jullie wel voor de komst.